Oké. Net als je dacht dat het voorbij was voor vandaag, nog even het bos in. En het is koud, het is vochtig, dat betekent maar één ding. IJzer! Zo cool. Het is toch zo vet, hè? En het coole is, het was niet alleen dat takje. Maar, check. Hier. Nog meer! Oké. En, als je doorloopt. Nog meer! En daar. En daar. En daar. Nog meer! Wow. Dat is echt kicken. Wow! Het zit hier zelfs op een levende tak, lijkt het wel. Vet. Oh, dit is toch vet, hè? Dat is toch gaaf. Hier is al wel iets overheen gegaan, zo te zien. Kijk, hier ligt het gewoon. Dit is ijshaar, maar het is zo dun, je voelt het gewoon ook smelten op je hand. Dat heb ik er niet afgetrokken hoor, dit lag hier al, maar... Dat is toch vet. Het is echt haar. Supercool. Als de lucht koud genoeg is, dus dat betekent dat de lucht tegen het vriespunt aan zit, net iets eronder. En het is heel vochtig geweest. En je hebt een mooi oud beukenbos, of in ieder geval dode oude beukentakken bij voorkeur. En dan krijg je dit. Dan krijg je allemaal van dit soort schimmels die dan vocht produceren in die takjes. Of nou, die zitten er al in. En dat vocht wat ze dan produceren, dat wordt dan naar buiten geduwd. En dan krijg je ijshaar. Dat is een ontzettend gaaf natuurverschijnsel. En het is echt overal. Al die witte plukjes, allemaal ijshaar. Kikken. Check dit dan. Is toch cool? Nou, hele dag weer goed. Nou, dat was echt vet. Mooie afsluiter van de dag. Tot de volgende keer.